weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan dit keer vakje 10 openen van de Lego City Advent Kalender. Ik heb er zin in, want meestal, wat ik vorige keer bij 5 december merkte, volgens mij doen ze 15, 15, 20, 24 of 25 doen ze in ieder geval bijzondere objectjes. Of in ieder geval een bijzonder object, om het zo te noemen. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat er iets groots wordt. Zo'n gevoel heb ik. Het kan ook een misleiding zijn, omdat 5 december Sinterklaas was eigenlijk. Sinterklaas die officieel wegging. Die dag. Dat ze dan iets groots doen. Maar ik ben benieuwd. We gaan gewoon openen. Vakje 10 even opzoeken hier. En waar zit die verstopt? Even kijken, jongens en meisjes. Het is ook allemaal even grote vakjes. Dus ja, daar kan je het niet aan zien dat het echt iets groots erin zit. Je moet echt uithalen en dan pas weet je van, hey. Oké. Ik ga hem even openen, zo. Ik pak het eruit en... Nou, dit is echt heel veel. Het is gewoon... Serieus, is het... is het weer zo'n hockeyspeler? Ja, op zich is het logisch, want je hebt natuurlijk één mannetje is droog. Je moet natuurlijk wel een ander mannetje. Maar ja, het wordt inderdaad... Daar gaat mijn telefoon. Het is inderdaad een hockeyspeler. Ik vind het wel schattig, want hij heeft ook echt een sjaaltje om. Op zijn... Ja, ik weet niet of je het ziet. Hij heeft een schattig sjaaltje om. Dat is echt schattig. Oké, ik ga het even in elkaar zetten. Ja, ik ben vroeger heel vaak gepest toen ik op hockey zat. En dat komt omdat ik zeg maar niet zo lang ben. Ik ben qua lengte niet zo lang. En toen zei ze altijd van... ja, Vincent... Ukkie Puk. Snap je hem? Puk, hè? Hockey. Ja, vonden ze leuk. Ja, ik vond niet zo leuk. Ukkie Pukkie. Ja, en had zo een beetje zo overdreven hard, zei ze dat, hè? Van, kijk over dat veld, hé. Niet leuk. Ja, kan je niks aan doen, toch? Je bent lang of je bent lang. Ja. Maar langer dan dat niet. Nou, het wordt een... Het is dit keer is het een vrouwtje. Het wordt een vrouwtje in ieder geval. Ik ga die puk in de klauwen gooien. Zo. En vrouwtjes mogen er altijd zijn natuurlijk. He, dat is, anders wordt het weer te racistisch, weet je wel. Je moet altijd met Lego moet je ook uitkijken. Maar ze heeft helemaal niet van die dopjes onder... ze heeft geen dopjes onder de schoenen. Bij deze is het gewoon de schaats. Doe je gewoon gelijk klikken op het pootje. Maar bij die andere was er echt dat er een dopje tussen zat. Dus ik weet niet waarom dat meisje dan niet de dopjes hebt. Maar misschien is ze vergeten om die dopjes erop te doen. Dat het een vrouw is. Toch wel een beetje racisme. Oké. Goed, dit is het poppetje, dit is het vrouwtje. En dan zou je het mannetje erbij hebben. Ukkie Pukkie. Hou je mond, joh. Pets. Gewoon die hand eraf. Gewoon allemaal bloed. Zo, dit was alweer een aflevering. Dat ging snel, zeg. Poepoe. Ik vind het ook dat het snel ging. Maar hopelijk kijk je morgen weer, want dan hebben we weer een nieuwe video. Om 10 uur. En dan gaan we een nieuw vakje openen. Van de Lego City Advent Kalender. Ik moet even juichen, dus ik leg hem even neer. Jee, tot morgen. Nou, dan kunnen we weer aardappels gaan schillen. Jeetje, moet ook gebeuren.